Leuk dat jullie weer kijken naar deze nieuwe video. Ja, het is belangrijk om af en toe ook even vakantie te houden. En daarom ben ik nu in Luxemburg, waar we gaan wandelen. We zijn al een beetje op een berg met allemaal rotsen. Ik kan een beetje buiten adem klinken, want ik heb al even gelopen. Let's go! Door de rots heen. Even kijken. Wauw. Zo. Oké, we moeten even zijwaarts gaan lopen. Tussen de rotsen. Dan hoop ik niet dat er een aardverschuiving ontstaat. Want dan ben ik plat. Kijk, daar is een mooie vlag. Rood, wit, blauw. En dan denk je, ja, Nederland. Maar nee. De Luxemburgse vlag. Die is ook rood, wit, blauw. Maar dan lichtblauw. Dus wie had geleerd? Wauw. We zijn weer op een nieuwe locatie aangekomen. En kijk eens wie we tegenkomen. Hey. Hallo. Nee. Hallo. 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 Dus nou, we gaan even verder. Het is altijd leuk om bekenden tegen te komen in een heel ander land. Dus we gaan met z'n allen gaan we verder. Maar kijk, als we nou heel erg verdwaald zijn, dan kunnen we in ieder geval overleven. Want we hebben hier water. Het ziet er best wel schoon uit. Ja, dat kan je gewoon drinken. Wat gaan jullie nou doen dan? Een grot. Kijk uit dan. Hé, dit ken ik nog van It, die film. Ja, kijk uit. Het is best wel... Het kan het best, is best wel nat. Ah, spinnenweb! Kijk, kijk, mensen. Kijk, dit is wat anders dan Waldrums, hè? Hier heb je het gewoon in het echt. Je mag ze gewoon... Nee, niet... Marit, wat doe je nou? Ja. Nu ik? Nee, doe maar niet. Ja, kijk. Oké, kom. Nee! Is het tegen genoeg? Nee. Oh, oh nee! Ah, oh, wat is dit dan weer? Waarom zegt hij nou kracht? Oh mijn god! Leuk. Ik ben psychisch nat, man. Oh. Oh, wat is dit? Maar dit is niet lachen. Nou, verder gaat het goed. Oh, ik ben psychisch nat. Oh. Heb je wat droge kleren bij? Nee, tuurlijk niet. Nou, ik heb even droge kleren aangedaan. Even wat krachtvoer. En dan gaan we ons tocht vervolgen. Dus nou, zo maak je wat mee in de berg. Waar moeten we heen? Ja, rechtdoor. Rechtdoor. En langs het water. Nee, niet nog meer water. Genoeg. Laat je die tak nog even zien? Er wordt nog even een foto gemaakt. Van de foto gemaakt? Van plaatsdelict. Aan het eind van de tunnel is het nat. Oké, nu ratplaat. Oh ja, ik in de handstand. Een handstand, nou, laat maar zien. 1, 2, joehoe! En toen waren we boven. En dan zijn we in één keer in een grot. In een grot. En wat ik net heb gehoord is dat ze hier dus molenstenen van maken. Dus er zitten heel veel gaten met rondjes. Maar dat is dus blijkbaar een soort van molensteen. En in een molen zit een steen om te malen. En nou, blijkbaar hebben ze dus bij deze grot, zoals je dat hier kan zien, een teen. Hebben ze allemaal molenstenen eruit. Ja, en daar gaat de hoofd staat te vinden. Ja, dat ziet er wel bijzonder uit. Dat is wel een logisch verhaal. We zijn hier bij het theater. Ze zijn natuurlijk allemaal Nederlanders. Als je ooit in Luxemburg bent geweest en bij het Müllertal, dan moet je dit toch wel herkennen. Ja, en toen waren we weer thuis. Het was een heerlijke vakantie. Heel veel leuke dingen gedaan. Helaas niet overal kunnen vloggen, maar dat is ook vakantie dat je gewoon de camera even weglegt. Nou goed, ik wil één ding nog eventjes laten zien. Wij gingen een keer vissen.
En ik vis eigenlijk nooit. Maar ik dacht, laat ik een keer met zo'n blinkertje gaan vissen. En kijk maar eens wat er toen gebeurde. Ja, ja, een echte regenboogforel. Het is mij nog nooit eerder gelukt om met zo'n blinkertje een vis te vangen. Dus ja, superleuk om misschien een keer vaker te doen voor een video. Maar goed, dit is alweer het einde van de video. Ik zou zeggen, abonneer op WerfTV. En ik ga de komende tijd weer meer video's maken. Want dit was alweer iets van 3 weken geleden. Dus jullie zien de komende tijd meer van mij. En ook in deze stijl. Want normaal maak ik video's van... Nou, laten we zeggen 2 minuten. En deze is al langer dan 5 minuten. En meer mezelf. Dus ik zou zeggen, abonneer en kijk mee. Tot de volgende keer.